SCAC, de nummer 2 van de ranglijst, ontvangt op eigen veld Rotterdam, de nummer 10, met slechts 7 punten uit 9 wedstrijden. Dit is het begin van de wedstrijd. Goede aanval van SCAC en deze backhand van Jimmy Jansen gaat net over het doel van Iris Niekerk. SCAC 20 punten uit 9 wedstrijden. Dan de vrijslag, dat allemaal in die beginfase van het eerste kwart. De vrijslag voor SCAC. Bal komt direct terecht in de cirkel en is een goede actie van Jip Dieke. Bal bij Treintje Beljaars en die is niet zelfzuchtig, maar die ziet dat Maud van de Heuvel er beter voor staat. En zij scoort al heel snel de 1-0 voor SCAC. Haar vijfde treffer van dit seizoen voor Maud van de Heuvel met assist van Treintje Beljaars. Dan de strafcorner, Jimmy Jansen. Maar de redding is prima van Iris Niekerk in het doel bij Rotterdam. Geen treffer dus voor deze Jibby Jansen, heeft er al 9 gemaakt dit seizoen. Deze corner lukt dus niet. Dan een aanval van SCAC. Bal komt voor. Het is de backhand van Pien Dieke. En dan profiteert Jip Dieke, haar zus daarvan, met een hoogstandje. Tikt zij die bal er toch in. En zo is het 2-0. Geweldig mooie goal van Jip Dieke. Wat een hoogstandje. Kijk even hoe ze die bal van de achterlijn haalt. Omhoog wipt. En dan achter Niekerk de bal in het doel laat ploffen. En zo is het 2-0. Al na 8 minuten voor SCAC. En dat gaat door. Dit is een goede actie en Beljaars met de backhand. Tift zij die bal mooi over de uitkomende Iris Niekerk heen. Brengt zo de stand op 3-0. Haar eerste treffer dit seizoen voor SCAC van Treintje Beljaars. Maar het is een mooie hoor. Met de backhand lift ze die bal mooi over Iris Niekerk heen. Zo is het 3-0 in Beeldhoven. Dan weer een strafcorner voor SCAC. Jibby Jansen. Ook deze treft geen doel. Deze strafcorner voor Jibby Jansen. Maar SCAC is veel te sterk voor Rotterdam. Dit zijn beelden uit het tweede kwart. Een van de weinige aanvallen van Rotterdam. Bal komt bij Jasmin Geerlings. Goede voorzet en de kans op de eretreffer bij Rotterdam. Maar de redding is prima van Elodie Picard, de Belgische keepster van SCAC. Zo blijft het 3-0. Dus ook de ruststand in Beeldhoven. Dit zijn beelden uit de tweede helft. SCAC valt aan en Rotterdam verdedigt. Bal hier naar de zijkant weggewerkt. Dit is Jip Dieke. Scoorde al de 2-0 voor SCAC. Balverlies van SCAC. Dan weer een aanval van Rotterdam. Geerlings weer. Bal in de cirkel. En dan de backhand is een makkelijke prooi voor Picard. Dit is de Belgische keepster van SCAC. Dan in het vierde kwart geeft SCAC nog even gas via Xander Waard. En Treintje Beljaars helemaal alleen voor keepster Niekerk. Zij scoort de 4-0. Haar tweede van de middag. Goeie goal van Treintje Beljaars. Haar tweede voor SCAC. Dan dit moment. Goeie aanname van Jip Dieke. Moet scoren natuurlijk in eerste instantie. Stuit zij op keepster Niekerk. Maar in tweede instantie stift zij mooi over de liggende keepster heen. Brengt zo de stand op 5-0. Hier nog een keer het moment. Hard schot gekeerd door Niekerk. En dan een mooi stiftje over de keepster heen. 5-0. Haar tweede van de middag en de zevende in de competitie. Weer Xander Waard. Was ook goed op dreef tegen Rotterdam. En een mooie intikker van Jip Dieke. Haar derde van de middag. Maar de paas is natuurlijk prima van Xander Waard op Jip Dieke. Zo scoort zij haar achtste van de competitie. 6-0. Maar de koek is nog niet op, want het wordt even later 7-0. Hier een hoogstandje van Pien Dieke. En dan is het voor Maud van de Heuvel een koud kunstje om de 7-0 te scoren. Haar tweede van de wedstrijd voor Maud van de Heuvel. Maar mooi technisch begaafd van Pien Dieke. Wipt zij die bal over Niekerk heen. En van de Heuvel scoort uiteindelijk de 7-0. Dat is ook de eindstand in Beeldhoven. SCAC wint met 7-0 van HDM. Het is al de zesde nederlaag op rij voor Rotterdam. En SCAC blijft tweede op de ranglijst dankzij de speelster van de dag, Jip Dieke.